Mijn bijdrage voor 2023 als netwerkregisseur is dat ik net zoals mijn collega's in de verschillende gebieden probeer professionals bij elkaar te brengen. Dat doen we op verschillende manieren. Dat kan door zelf iets te organiseren en dat kan heel klein zijn, maar dat kan ook heel groot zijn. Dat kan over ketenaanpak gaan, maar dat kan ook over een bepaald onderwerp gaan. We organiseren conferenties voor verschillende leeftijdsgroepen, waarbij we verschillende thema's proberen op te pakken. Wat ook een heel leuk medium is, en wat leuk is om te doen, is het organiseren van een netwerkmarkt. We zorgen dat dan veel netwerkpartners laten zien wat zij aan ouders en kinderen in Rotterdam kunnen aanbieden. En professionals kunnen dat meenemen en dan weer gebruiken in hun contact met ouders. We sluiten natuurlijk ook aan bij netwerkbijeenkomsten die worden georganiseerd door netwerkpartners van ons. We vertellen dan iets over het CRG, maar we weten ook goed hoe het hele gebied eruit ziet en wat er onder ouders, kinderen en professionals speelt. Een hele leuke bijeenkomst die we in 2023 samen met verschillende partners hebben georganiseerd, was een verwendag voor jonge moeders. We hadden in totaal 60 jonge moeders en het dubbele aantal kinderen. Veel leuke activiteiten, maar ook hele goede gesprekken. We kijken daar met heel veel plezier op terug. Ik kan wel zeggen, ik heb een hele leuke baan.